Ja, Sinterklaasavondje. Ja. Zijn we ook even de pakjes open te maken volgens mij, want er waren genoeg pakjes om open te maken. En als ik over mijn eigen ploeg praat, eerst al het vuur heel goed dwingend, zoals we graag willen voetballen, opbouwend, geld, kansen creëren. En ja, dan moet je kansen afmaken. En dat is niet gelukt. En dan zie je dat er heel langzaam een bepaalde nonchalance, een bepaalde gemakzucht in het elftal sluipt. En daardoor breng je, vind ik, Excelsior weer terug in de wedstrijd. De eerste kans was na een klein half uur. En daarna hebben ze het Excelsior ons iets moeilijker gemaakt. En kom je minder aan een dominerende kom je toe. Tweede helft begin je, vind ik, niet zoals je de eerste helft bent begonnen. Dat zal natuurlijk ook wel met Excelsior te maken hebben. Ja, Ton in de kleedkamer wel iets heeft gezegd. En ondanks dat blijf je toch redelijk op de benen. Je creëert je kansjes. En ook Excelsior krijgt goed op twee kansen. Ja, dan kom je tegen 10 man te spelen. En dan kan je twee dingen doen. Je kan er nog een spits weggooien, met alle gevolgen van dien. Want ik heb niet het gevoel dat wij in staat zijn om, als wij zo aanvallend aan het voetballen zijn, te zorgen dat de organisatie staat mocht de bal verslijden. Want je leidt altijd een keer de bal vies. Dus we hebben het gewoon met die spelers en dezelfde organisatie hebben het geprobeerd. En dan krijg je toch twee goede kansen. En die scoor je niet. En dat is denk ik. Waar het om ging vanavond, de kansen zijn niet gemaakt. En als je de kansen bekijkt, hadden wij denk ik wel moeten winnen vandaag. Dankjewel. Ja, eerst in de buurt hadden we het moeilijk. We wilden druk vooruit zetten en dat liep niet. Dat deden we niet goed. Daar gaven we initiatief veel te veel aan Cambuur. Die daar ook een goede kans van Guit kreeg. Ik denk dat we daarna. Laten we tevoren is ons eigenlijk wel wat herpakt hebben, wat meer naar voren ging spelen, wat beter druk zetten. Dat zag je ook, dat Cambuur ook wil voetballen. Dus wat dat betreft een beetje hetzelfde als wat wij willen. En dat ze daar ook wat slordig werden in de passing naar het middenveld, dat we zo 4-5 ballen konden onderscheppen. Ik vond dat we daar aanvallend veel te weinig mee deden. Voordat we aanvallend wat dat betreft van Gulden, die wel dreigend bleef aan de rechterkant, maar met Hanna Agari en Roger Veenstra. Dat we daar te weinig doorkwamen om echt een tegenstander het heel moeilijk te maken. Dat zegt ook genoeg dat we het half uur eerste schot op goal hadden. De tweede helft was meer in evenwicht, zeker het eerste gedeelte. De kans die wij krijgen, de vrije trap, de bal van Dieren die op miraculeuze wijze via de paal nog uitgaat. Ja, en daarna zag je van. Het spel van beide kanten en dan kom je met 10 man te spelen. Dus ik heb een Bosse gevraagd, want ik kon het zelf niet zien. Een Bosse stond er heel dichtbij. En die zei van, ik neem normaal, als ik niet zeker weet, dan neem ik die beslissing niet. Maar het was een elleboog van Voskamp, dus ik kon maar één ding doen, dat is wat rood geven. En als dat zo is, en ik ga ervan uit, want hij stond er heel dichtbij, dan is het natuurlijk. Als je net ingevallen bent en toch wel in een moeilijke situatie zit wat Voskamp betreft. En dan benadeel je ploeg en jezelf. En dat kan niet, want dat kan je punten kosten. Of dat met 0-0, maar dan kan je een wedstrijd. Dan kan je de wedstrijd door verliezen. Op dat moment weet je dat het heel moeilijk wordt. En ik denk dat Cambuur. Wij hebben een paar kansen gehad, maar ik denk dat Cambuur de betere kans heeft gehad. En zeker Guit, zeker 2 of 3 keer goed doorkwam. Ik ben wel blij dat wij weer in onze eigen organisatie konden spelen. Dat zie je in bepaalde fases, zie je dat ook weer terug. Ik vind alleen dat we voorin nog dwingender moeten zijn om meer kansen te creëren, om de tegenstander nog lastiger te maken. En dat konden we vandaag zeker op die positie konden we dat te weinig. Dus als ik de wedstrijd over 90 minuten zie, dan mogen wij niet ontevreden zijn met 0-0.